Hij pakt hem niet! Nee! Nee! Vuur! Nee! Wat een chaos! Dus we hadden bedacht vandaag, we blijven lekker in de onesie en we gaan lekker gamen. Ja! En niet zomaar een game, we gaan overcooked doen. Dat is een kookspelletje. Ja. Het is een superleuk spelletje. Je moet koken, je moet hakken, afwassen, alles doen. En we gaan het tegen elkaar opnemen. Dus uiteindelijk blijft er één winnaar over en die is dan de beste kok van dit spel. Ja, dus, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. We gaan het gewoon doen. Ja, en hoe gaan we het doen? Wie tegen wie? Wij twee tegen elkaar? Ja, wij tegen elkaar. Dus de winnaar die gaat dan tegen de winnaar van Janne en mama. Oh ja, dan beginnen jullie en dan komen wij daarna. Ja. Oké, okay, ja. Nee, komt goed. Maar voordat we gaan beginnen. Geef hem duimpje omhoog. En we gaan voor de? Ja, hoeveel? 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Ja, 6.000. 6.000. Dikke duim omhoog. Dus. Klik op die duimpje. Misschien ook geen duimpje, dus alleen controle. Ah, dus druk op die controle. Ronde. Ronde 1, dat is dus Saar tegen mij. Ja. We gaan spelen. Ik druk op vers, betekent dat je tegen elkaar gaat. Zullen we City 1 doen? Ja. We doen City 1. Boom. Stad 1. Nou, mag je een poppetje kiezen? Ik doe de kat. Oké, okay. Saar die is dus voor jullie rechts, dat is de kat. En ik ben... Ja, deze met die brilletje. Ik ben het brilletje. En wie de meeste dingen klaarmaakt... Ready? Go! Oké, dus boven zien we iemand klaarmaken. Een hamburger. Ik pak het. Oh nee, dat is een tomaat. Weg met die tomaat. Ik moet een hamburger. Die leg ik op het bord. Wat moet er allemaal op? Help me, jongens. Die vlees. Moet je die hamburger snijden. Wat moet ik met die hamburger doen? Snijden en in de pan. Oké. Jij staat niet vaak in de keuken. Hoe hak ik? Saar is lekker bezig. Hoe hak ik? Hakken. Ja. Saar is al de eerste aan het doen hoor. Die bakt al lekker. Oh, dit gaat verschrikkelijk. Kijk, en die hamburger die moet je dan in de pan doen. En terwijl die bezig is, pak ik het volgende. Wat moet ik allemaal hebben? Sla. Ik pak sla. Hoppatee. Hakken. Oh, chips. Snel zijn. Anders brandt die aan. En die moet je dan uiteindelijk bij de bediening brengen. Dus ik ga nu snel mijn sla op de hamburger gooien. Hop, en wat heb ik nog meer nodig? Ja, maar Saar heeft eerst al klaar, pap. Echt? De eerste is al bediend. Nee, joh. Ja. Heeft Saar al punten? Ja, die heeft al punten. 24 punten. Oh, mijn hamburger staat in de fik. Of niet? Ja, snel. Anders moet je brandblussen. Oh, snel. Je... Hier, hop. Is het nog op tijd? Ja, op tijd. Ja, ik kan hem pakken. Pan moet weer weg. Oh, verschrikkelijk. Naar de bediening. Hop. Ja. Oké, en nu, wat moet je maken? 24. Volgende, broodje. Een broodje met alleen een hamburger. Nee, ik heb die tomaten niet nodig. Je hebt 3 tomaten. Die kun je ook in de vuilnisbak doen. Nee. Oh. Wat? Nee. Oh. Wat moet ik mee? In de vuilnisbak. In de vuilnisbak. Waar is de vuilnisbak? Rechts achterin. Bij de daar, krijg je mee. Wat heb ik nodig? Hamburger. Saar. Ja, die moet op een bord. Saar gaat op. Oké, en dan moet ik... Tomaat, die ga ik snijden. Je kan wel zien dat Saar al geoefend heeft. Ja, maar ik ben een trage starter, maar ik ga uiteindelijk voor de overwinning. Ja, dat denk je. Oké, tomaatje. Hoppatee, tomaatje erop. Jij moet alles, Saar en sla en tomaat. Ik moet de hamburger erop. Even de tomaat snijden nog, Saar. Oh, die moet ook nog snijden, hamburger. Hakken. En jullie hebben ook vieze borden, die moet ook afgewassen worden. Waar kun je ze afwassen dan? Bij de gootsteen. De gootsteen, oké. De hamburger, hamburger. Ja, Saar, tweede order voor Saar is weg. Oké, die van mij is aan het, wat heb ik nog meer nodig? Tomaat, sla. Waarom staat daar iemand in jullie keuken gewoon niks te doen? Die doet niks. Die doet niks te doen. Waarom? Oké, kom op, sla. En dan moet je denken met 4. Hoppatee. Ja, mijn hamburger is bijna klaar. Goed zo, Saar. Ja, hoppatee. Saar, alleen een broodje nu. Je moet even afwassen, Saar, straks. Oh, mijn pan. Weg met mijn pan. Ja, het is echt chaos in de keuken. Ik weet, maar die wordt sowieso boos. Hé, hoe krijg ik borden? Waar zijn de borden? Moet je afwassen als ja, waar dan? Ik zie nergens borden. Jawel, die vieze, naast die waar je het inlevert. Daar zie je twee vieze borden staan. Hier? Die, en die moeten daar? Hier? Ja. Hoppatee. Afwassen. Hoe dan? Oh, zo. Kijk, ik doe dat nooit, joh. Afwassen. Vaatwassen. Ik kan hem niet op het bord zetten. Ja, schoon. Hoppatee. Even weghalen, Oké. Ja. Hamburgertje, broodje. Goed
zo. Oh, chippies. Ik moet... Een broodje met alleen een hamburger. Vlees snijden. En vlees. Oh nee, dat kan niet meer. Hakken. Ik ga met die tomaten proberen. Jullie hebben nog 1 minuut. 1 minuut, snel. Nee, 1 minuut. Oké, hamburger ligt erop. Ik kan nog een paar bestellingen doen, hoor. Tomaat. Oh nee, ik heb helemaal niet nodig. Ik vind wel, jouw keuken is een zooitje. Ja, het is een bende. Sarah is heel gestructureerd bezig. Die doet het allemaal heel keurig. Ik gooi er gewoon nog een hamburger op. Maar heb je hem gesneden? Oh nee. Oh, moet ik nog snijden. Nee, je pakt voor heel veel Sarah. Je hamburger. Mam, je hand af. Ben je hamburger? Ja, hamburger is klaar. Hamburger erop. Sarah, je hamburger is klaar. Pak hem snel. Oké. Anders brandt hij aan. Mijn pan moet weer weg. Nu. Ik kan helemaal niet 10 dingen tegelijk, joh. Hop, ja. Jij moet even afwassen, Sarah. Oké, en nu? Shippies. Ik was aan het hakken. Je moet even afwassen. Hakken. Nee, je staat... Ja, vlees. Hoppatee. Op de pan. Broodje. Nee. Broodje. Afwassen, Sarah. Hoppatee. Kom op. Ik doe gewoon nog meer. Hakken. Nog 57 seconden. 56, 55, ja, dat gaat goed. 54. Oh, dit is spannend. We staan gelijk. Oh, goed, staan. Oh, nee. Oh. Helemaal niet gelijk. We staan niet gelijk. Een broodje met alleen een hamburger, Sarah. Hier, wat heb je? Hier, ja. Pan weg. Kom op. Kijk, ik heb zelf toch best. Ja, hoi! Hey. Een bord eronder, Ben. Je moet een bord eronder. Nee, nee, moet een bord op. Nee, kom op, snel een bord. Ja, daarbovenop leggen. Oh, nee. Nee. Bord moet hierop. Ja, ja. Nu kan je hem wel bedienen. Kom op, pak hem snel. Hoi, hey. Ja, 68. Oh, net een weinig. 70. Kom, Saar. Oh, nog 1 broodje, Saar. Kom op. 19, 18, ik ben maar gek. 17, die moet 16. Afloggen. 15, 14, 13, 12, 11, nee, chips. Je hebt het al klaar, Saar. Afwassen. Leef op mensen, Saar. Afwassen. 4, 3, 2, 1. Ja! Gewonnen? Nou, de volgende ronde. Mama tegen Janne. Wie zijn jullie? Poppetje kiezen. Ik ben het wasbeertje. Mama is wasbeertje en Janna is een katje. We zijn begonnen! Ja, oh, daar gaan we! Hamburger pakken. Kijk, en nu gaan we snijden. Hamburger. Waarom staat iemand daar in de weg in mijn keuken? Ga kom, Janna, heel goed. Hakken. Breng hem naar het mes. Naar het mes. Ja, en hakken maar. Goed zo. We gaan er een lekker hamburgertje van maken. Pakken we even op. Gooien we even de pan. Dan gaan we even lekker koken. Ondertussen pakken we even de sla. Heel goed. Gooi het op het bord, Janna. En ja, je moet alleen nog het vlees. Vlees hakken. Tomaat kan ook. Pak de tomaat maar, Janna. Pak de tomaat, ja, en zet hem maar bij een mes. Maar ik moet daar... Ja, je doet het goed. Vleesje. Ja, vleesje kan ook, bij het mes. En hakken maar, Janna. Even het vleesje erop. Oh, kijk, mama die is als een malle aan het werk al. Oh, ik ga lekker... Ik heb de hele kerst lopen koken. Nu zie je dat. Dat werkt gewoon. Het betaalt zich nu terug. Dat betaalt zich nu heel goed. Zet het vlees maar in de pan, Janna. Het vlees moet in de pan. Oh ja. Lekker bakken. Ja, en nu kan... Waarom zit mijn team niet te helpen? Ja, en tomaatje. Oh nee, tomaat heb je niet nodig. Te staan in mijn tomaat heb je niet nodig, Janna. De eerste moet zijn een broodje met sla en vlees. Oh ja, je moet ook natuurlijk naar die bestellingen kijken. De mama moet eentje met sla, vlees en broodje ook. Er zit iemand niet mij te helpen. Ja, nee, die staat weer stil. Die er staat, die moet wat gaan doen voor zijn geld. Pak het vlees, Janna. Ja, ik heb een bestelling. Vlees op het broodje. Pak het op een bordje. Pan weg. pak het broodje, Janna. Op het bord. Nee, op het bord. Heeft je al. Oh, op het bord. Niet. Je gooit het op de vloer. Pak je bord. Pak je bord, Janna. Nee, niet de brandblusser. Ja, en de bediening. Hoppatee. Janna heeft ook 22 punten. Oh, mijn mama die is al bezig met het volgende broodje. Oh, maar dat is een broodje met alleen vlees. Ja, Janna, jij moet een broodje en vlees. Je hebt alleen nog maar nodig broodje en vlees. Dus broodje op het bordje. Snel, zet het vlees op de pan. Ik vind dat als je in mijn keuken staat, dan moet je gewoon aan het werk of je moet weg hier. Dat vind ik ook altijd chaos. Als ik echt aan het koken ben, dat mensen dan daar staan. Waarom staan die mensen daar niks wat te doen? Wat doe je hier? Doe het denk ik dan. Ga weg. Kijk, Janna's hak, joh. Zin om die ook even kijk, mama die zo aan de afwas. Die heeft al 44 punten, joh. Oh. Mama gaat snel. Voor jou moet op het vuur, Janna. Nee, dat wil ik ook. Ja, heel goed, Janna. Gooi hem op het vuur. Ik pak iedere keer het verkeerde. Ik wil die tomaat pakken. Ja, en je moet het vlees dus niet te lang, want vliegt in de flik en dan moet je met je brandblusser blussen. Oh, die van mij wordt boos dat ze bestelling niet klaar is. Zie je dat? Maar ja, dan ga ik nooit daarboven staat de boer te schudden. Ja. Oké, Janna, je hebt nou, pak je vlees op het broodje. En wacht, bijna. Ja, en op het broodje. Ik heb al 1 boze klant, zie je dat? Pad weg! Dan gaat niet blij. Ja. Oh, pak je bord, Janna. En breng het. Breng het naar de
Ja, bediening. Oh, dit wordt spannend hoor. Doe die oranje. Nu een broodje met alles, Janna. Broodje met de hele kabijn. Kom op. Kijk, mama, daar is lekker aan het koken, hè? Ja, ik heb al wel een boze klant, hoor. Ja? Ze eten niet op tijd gehad. Zijn ze niet blij? Mam, jij hebt vlees! Ja, je hebt vlees. Gepikt aan. Oh, we moeten nog snijden. Heel goed. Snel, degene met de tomaten zo. Nog een slaatje bovenop. Totale chaos in deze keuken. Waarom staat die man daar? Ja, Janna, gewoon op de pan. Op het vuur bedoel ik. Oké, laat me staan, Janna. Heel goed. Oh, je hebt hak nog vast andere dingen. Ja. Ga nu voor de appels met alles, mam. Oh, je moet je borden afwassen, Janna. Janna, was alvast je borden af. Ja. Broodje met alles. Heel goed. Wassen. Heel goed. Wassen. Jij moet je wassen. Nee, laat die maar staan. Die komt zo wel. Oh, ja. Ja, weg ermee. Oh, je moet een bord. Ik moet op een bord. Maar die was aan het wassen, Janna. Je moet eerst een bord afwassen. Was het bord af, ja? Ja, nog even bijna. Ja, en gooi die erop. Ja, en breng me naar de bediening. Ja! Broodje met alles! Heel broodje goed. Met alles? Kom op. Ja, broodje Mom, met kom alles. Op. Broodje met alles. Alles. Broodje met alles. Hakken die sla. Ja, bovenin staat dus de bestellingen die je moet doen. Mochten jullie dat nog niet hebben door. Echt, man, ik zweet de plekken mee, joh. Ja, je moet echt goed Janna helpen hoor, je moet goed zeggen wat ze moeten doen. Ja, je gaat hartstikke goed Janna, haken dat ding. Dan moet je het ook nog boven in de gaten houden en zo, Ja, je bent klaar. Nee, ja, hakken. En op de pan, in de pan. Heel goed, ja. Ik krijg ook echt een beetje kerst. En op het vuur. Oh, ja, snel. Wat moet je er meer bij? Sla. Sla en een broodje en vlees. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nog gebakken worden. 2, 3. Deze ronde is gewonnen door mama en dat betekent dat in de finale straks Saar tegen mama moet. Maar ik vind wel dat diegene die in de keuken daar staat, niks, die moet gewoon weg. Die staan er weg. Die horen dat niet. Of wel. Kom in de keuken als je het doet en anders gewoon pak weg. Pak een theedoek of ga weg. Doe wat. Maar dat betekent dat nu de verliezersronde is. Dus er wordt bepaald wie de nummer 4 is en nummer 3. Papa tegen... Dit keer ga ik jou vertellen wat je doet. Oh. Kom maar. Ik ga jou helpen. En ga maar meteen een hamburgertje. Let's go. Hamburgertje. Hamburgertje op een bordje. En dan een sla. En die ga ik hakken. Hakken. Ja. Kun je het goed zien, Janne? Snijden. En dan mag hij naar boven in de pan. Pakken. In de pan. Vlees. En dan ga je vast een broodje neerleggen. Hakken. Oh, dat mag ook. Je mag ook tomaatjes snijden. Wat je wil. Ik heb een andere tactiek. Ik ga na dit vlees heel veel dingen hakken. Alvast voor de volgende bestelling. Snijden. Dus ik ga even kijken. En dan sla. Ja, leg maar een broodje en dan ga je snel het vlees pakken. Die is klaar. Pak het vlees, gooi hem op de pan. Oh nee, niet met de pan. Hier heb je de prullenbak gegooid, het vlees. Nog een keer, op de pan neerzetten. Janna, gooi het vlees nog meer hakken. Je moet je vlees nooit weggooien. Zonde! Als je iets nooit moet doen, is je vlees weggooien. Nooit doen. Oh, ik heb bijna je vlees verbrand. Je vlees verbrand, papa. Waar? Mijn vlees! Nee, hij pakt hem niet! Nee! Vuur! Vuur! Blussen! Nee! Oh, dat zat in de fik! Ah nee, mijn hele keuken zat in de fik! Nee, wat een chaos! Mijn hele keuken! En dan staat dit mannetje voor weg! Pak een vleesje! Wat is dit? Ja, maar ik... andere pan. Eerst deze pan. Ja, en op een broodje. Oh, vreselijk. En nu? Oh, ja. Pan weer terug op het vuur. Maakt niet uit. Maar hij ligt niet op het broodje. Ja, en dan sla snijden. Maar eerst sla snijden. Hij hakt niet. Is hij al hard? Ja! Sla snijden. Nee, dat kan niet! Wat moet ik doen? In de oven. Nee, met mijn vlees. Wat is met mijn vlees? Pak maar het niet! Daar! Die pan! Wat bedoel je? Ja. Nee, oh hij moet eerst... Oh tuurlijk, hij moet bakken. Eerste bestelling binnen. Ja, oké. Mijn die staat nu te bakken. Pan weer op het vuur. Of de andere pan. Nee, wat een chaos. Ik kan nu niks doen. Ja, en dan ga ik ga dit vlees gaan hakken.
En op de volgende is alleen een boterham met vlees. Dus je wacht even tot het klaar is en dan leef je meteen in. Hoe gaat het bij jou, Janna? Ja, we zijn met 2% bezig, maar het duurt lang moet dat ook het op vuur. Maar wacht. En het snijden van het vlees. Oeh, hij wordt heel boos. Maar ik kan. Is die klaar? Wat moet ik nou met het vlees? Pam! Met die pan, wat is met die pan? Stel me niet! Neem die pan, er staat vuur bij. Oh, hij moet in dat ding. Nee! Te laat, te laat. Ik heb die pan was. Ik heb die pan. Oh, die pan moet weg. Nee, serieus. Bij mij is het chaos. Die brandblusser moet je hebben. Waar? Ja. Oh joh, kijk. Hele keuken. Hele keuken pikt dat. Wij gaan door. Zetten we het op het brood. Ja, maar waar is... Even serieus. Sarah, waarom zit dit er? Nee, dat staat een... Die pan, er staat een dingetje op. Dan moet jij ook dat ding op. Dan moet je ook niet pakken. Maar wat moet ik daarmee doen dan? Leg hem maar even neer, vleesje. Ik kan niet meer mijn pan gebruiken. Goed zo, snip. Dit komt omdat hij afgebrand is. Ja, maar hoe kom ik aan een nieuwe pan? Dat mag dus niet, het kan dus niet meer. Ik kan mijn pan niet meer gebruiken. Afwassen! Afwassen? In de pan. Ja, en op het vuur. Goed zo. Leg maar vast een... Ja, ik kan mijn pan niet meer gebruiken. Ja, even snijden. Ah, neem even serieus. Hoe kan ik nou met deze gebakken pan aan de slag? Oh, die moet gewoon weg. Niet spleet. Nou, je moet ook nog af. In de prullenbak! Ja, in de prullenbak! Chaos bij papa. Nog een slaatje pakken? Oh ja. Ja, hij is weer goed. Even erop gooien. In de prullenbak! In de prullenbak! Feestje op de... Zo. Oké, hakken. Bij het brood. Ja, jongen. Daar staat ook nog letterlijk een vleesje. Ik heb gewoon min 30. Min 30? Gewoon 10 punten. Papa heeft min 30. Ik heb 0 punten. Dus. Ja, maar nu gaat het goed. Nu gaat het goed. Inhaalslag. Snel. Oh, wat een ellende. Ja, op het broodje. Snel bedienen. Ik ben snel er weer. Pak hem. Snel bedienen. Goed zo. Deze moet ook weer. En nu snel vleesje snijden weer. En dan kan die vast in de pan. Vleesje. Kom. Zo. Ja. Snijden. Nog 30 seconden, jongens. Ik moet die pan weg. Snijden. En dan gaan we in de pan. Punten. Ja, pak hem maar. Kom. Nu min 10. Ja, snel. Ja, maar ik kom wel. Deze is ook goed. Er staat al een bord voor jou. Hij wordt boos. Je moet eentje met alleen slaan. Ja, slaan. Nee, hij is verkeerd. Dat heeft hij niet gezet. Nee, dat hoeft niet. Maar dat red je niet. Pak sla, Janne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee. Je hebt min 10. Je hebt 0 punten. Je hebt gewonnen. Nee. Wat een ellende. Ik heb nog nooit iemand een hele keuken in de fik zien. Een hele keuken stond in de fik. Echt, jij mag ook helemaal niet. Hé, maar Janna. Vanaf vandaag mag jij niet meer. Gefeliciteerd. Janna is in ieder geval derde geworden. Ja. Papa vierde. Maar wie is wordt de eerste en tweede? Eén, Saar. Ik hè? Wie denken jullie dat deze ronde gaat winnen? Wie wordt de kampioen? Saar? Mama. Want zij komt altijd voor ons. Ja, dan ben ik voor Saar. Kom op, Saar. Je kunt het, hè. Je kunt het. Jij gaat voor de wasbeer? Dan doe ik het katje. Oké, mama is het katje en Saar is de wasbeer. Zet hem op, wasbeer. Laat je keuken niet afvikken. Oké, kom op. Welke kant ben ik? Go! Oh, dit is spannend. Kom op. Ik pak een vlees. Hakken Saar. En ik ga snijden. Het eerste broodje heb je alles nodig, Saar. Alles moet erin. Alles? Ik ook? Moet ik ook jij ook alles. Ja, hoppatee. Pakken. De hele feestje. Staat weer iemand niks in mijn keuken. Ja, we snappen die mensen niet. Ga daar weg! Misschien moet je het eigenlijk met z'n vieren doen. Ik denk als je nog meer controles hebt, kan je misschien met z'n vieren. We hebben er maar twee. Nou, misschien maar beter. Kom op. Want als jij de hele boel onder hen zet, hoef je niet in mijn keuken te hebben ook. Nee, dat is... Vrienden. Ja, heel goed, Saar. Kom op. Ik ging bijna bij mij mee, zag je dat? Je bent bijna klaar, hè? Je moet nog sla en tomaat erop, hè? Weet ik. Mama die gaat ook goed. Mama die heeft goed maar één ingrediënt. Ja, en ik heb ook mama moet alleen maar sla erop. Ja, maar ik heb ook een soort tactiek. Want ik doe dan nu vast het vleesje erin, kijk. En dan ga ik omkosten. Ja, er staat een gras in de weg. Er staat een gras in de weg. Kom op. Maar pas. Oké, de eerste punten voor Saar zijn binnen. Maar mama heeft een tactiek, die maakt gewoon meerdere bordjes tegelijk klaar. What? Mama de vlees! Welke tactiek is straks beter, hè? Ja. Oh. Auw. Nu moet ik
eentje alleen slaan. Het helemaal op het man. Ik wil lekker jouw tactiek. Zit je okay. Bij de tactiek van mama wordt gekopieerd. De keukenkoningin en de keukenprinses. Kom op, hè. Oh, maar ja, mama is natuurlijk de koningin. Ja, mama is de koningin. Kom op. Oh ja, okay. Even afwassen. Heel goed. Oh, ik moet ook afwassen. Zij is lekker aan het afwassen. Oh, nog meer. Afwassen. Ik kan het soms niet goed pakken. Heel goed. Kom op. Oké, die is klaar, Sa. Die is klaar. Die is klaar. Oh, mama heeft al 46 punten, joh. Ja, ik ook. Oh, maar Sani ook. Sani ook. Alleen mijn tactiek werkt niet, want er staat niks in de pan. Oké. Okay. Eerst... Heel goed, Sa. Broodje. Of nee. Broodje erbij. Deze mag weer alleen een broodje erbij en dan is het weer klaar, Sa. Eentje met alleen sla en eentje met alles. Ja, maar hij gaat min, dus daarom... Oh, dit is wel een echte finale. Die van mij wordt alweer rood. Wie staat daar in de keuken? Dat is gewoon de baas. Die komt even checken. Oh, heel goed. Oh, nee. Hakken, Sa, kom op. Oh, nee. Hey, die ene kan weg, hè? Nee. Dat weet ik. Je moet een broodje met vlees alleen. Oh, die van mij wordt alweer boos, joh. Daarom. Die van jou wordt ook boos, Sa. Weet ik. Maar ik doe het vlees, hè. Oké. Sa, die haalt in één keer, die harkt een partij punten binnen. Oh, ik ga dus niet. Dus 70-46. Mijn tactiek werkt niet. Oei, allebei 10 eraf. Oeh, ja. Ja, dat is iemand boos. Ze zitten natuurlijk te wachten. Ja, ze wachten te lang en dan worden ze chagrijnig van, denk ik. Ja, dit is wel een feestje, hoor. Kom op. Snij je dit op lang, joh. Kom op, man. Kom op. Deze kant is hier. En dan neem ik deze mee. Oh, ja. Jongens. Ja, dit wordt spannend. Het is, de spanning is wel hier om te snijden. Ik weet niet of jullie dat thuis ook voelen. Ik moet tomaat. Oh, er wordt er weer een boos. Er wordt weer een boos. Ja, niet doen. Oh, de, je vlees brandt aan. Je vlees. Oh, ja, heel goed, Sa. Maar dan moet je even wachten. Dat wordt ook bij het leven. Oeh. Ja, mama, die heeft de punten. Oeh, ze komt in de buurt. Ah, nog één. Ze neemt de voorsprong. Nu moet jij, Sa. Ja, ik heb er twee tegelijk. Ja, mama, maar die gaat er twee ronden. Heel goed. Die kan weg, Sa. Die kan weg. Die kan weg. Die naar beneden. Waarom? Bam. Ja, nog één. Nog één weg. Ja, bam, 98 voor Saar. Oh, nee, hè? Ja, dat Saar. Wordt spannend, hoor. Saartje? Nee, ik hou je niet in. Jij gaat sowieso dus winnen. Kom op, Saar. Kom dat op. Is wel helemaal. Ik weet het niet. Nee, Saar gaat hartstikke goed. Bij jou zijn ze allemaal heel groen. Bij mij zijn ze veel eerder boos ook. Ik heb allemaal van die hele ongeduldige klanten. Vind ik. Heel goed, Saar. Was af, Saar. Nog tijd zat. Nog een minuut. Ik heb een vleesje. Heel goed. Jij bent klaar voor de volgende. Vlees bijna klaar. En dan is het vlees, sla en een broodje. Nog 50 seconden. Dus dat is heel, heel weinig. Heel goed. Dit ga je redden, Sa. Kom op, hakken. Ja, gooi die erop. Broodje erop en hakken. En dan word je laatste. Ik moet eentje met alleen sla. Ja, weg met de pan. De pan moet weg. Ja, hakken. Oh, ik krijg stress. Kom op, Sa. Kom op, deze kan nog. Jullie hebben nog maar kom op, Sa. Deze erop, broodje erop. Broodje erop en wegbrengen. Kom op. Ik ga er nog één redden, hoor. Kom op, bam. Oké, Sa, die heeft echt een Sa, hoe kan je dat zo snel? Je hebt nog maar 20 hakken, seconden. Hakken. Ja, die gaat het redden. Kom op, Sa. Kom op, hakken. Oh, oh nee. Oh, nee, die kan ik niet leveren. Nee. Weg met die pauw. Die pauw. Het kan nog. Maar we hebben nog iets leuks. We hebben namelijk... Post! En we hebben ontzettend veel post van jullie gekregen. Mega veel. We gaan alles laten zien, dus je moet blijven kijken. Maar eerst laten Sarah en Janne even wat leuks ja, zien. Ja, een paar hele toffe dingen. Een leuke unicorn kaart. Heel erg mooi allemaal. En ze heeft zoetjes chocolus gehad. Een heel pakket zelfs. Oh, wauw. Wacht even. Eerst ga ik even het kaartje lezen. Wacht. Hey meiden, jullie video's zijn echt te gek. Ik heb een lipgloss account en daarom leek het me leuk om jullie iets op te sturen. Oh ja, lipgloss account, lipgloss. Oh, wat mooie oorbellen. Kijk, allemaal oorbellen. Dezelfde. Met een armbandje en een hele mooie lipgloss. Hartstikke bedankt.
Met Saar, Janne en Bram. Bram staat hierbij zelfs bij. Oh, wat leuk. En een leuk klein poppetje. En een armbandje. En nog één. Heel erg bedankt, Lieke. Mooie armbandjes. Oh, dankjewel, Tara. Nu deze. Voor Janna, voor de zoete zusjes. Zoetje zusjes, zoekers. Hé, hey, dat is gewoon ons. Dit is gewoon mijn naam. En zij heet gewoon Janna. Net als mij. Van Janna voor de zoete zusjes. Wow, ze heeft het helemaal nagemaakt. Kijk. Wow, echt super cool. Dankjewel. Dan gaan we nu kijken naar alle andere pop. Duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal onder deze video. Doei!